mensen. Ik ga heel snel mijn schoenen zoeken. Dan moet ik ook nog richting de kinesist. Ik weet niet meer juist hoe dat in Nederland noemt. De kinesist. Oh, en ik heb hier iets hangen. Bah. Voilà. Ja, ik weet niet hoe dat dus in Nederland heet. Maar sowieso al welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Zeker niet vergeten. En dan ja, zie ik jullie allemaal terug in een nieuwe vlog. Jawel. Wat ik nu momenteel mee aan het maken ben. Ik ben nu heel snel mee bezig. Want het moet om half. Moet ik eigenlijk op de kinesist zijn. Ik ga die beeldscherm hier ook afzetten, want dat heeft nu toch geen nut. Voilà. De Discord-server is aangepast, dus er staat een nieuwspostje, dus in de rules. Like die postje en dan krijg je binnen de 4 uur, heb je dan rechten op de Discord-server. Dat kun je mee chatten. Hopelijk gaat dat binnenkort wel nog iets sneller. We zijn er aan het zoeken naar een bot. Als je die postje dan liked, dat je automatisch dan die rechten krijgt. Bij deze. Ik ga nu echt, moet ik echt vertrekken. Want ik was nog aan het kijken als ik nog iets nodig heb. Nee. Maar ik heb alles nog gauw eens drinken, want ik heb dorst, man. Ik heb echt dorst. Oh ja, ik heb hier nog een geel flesje. Die ga ik meenemen. Allee, ik ga nu vertrekken naar de kinesist. Ik zal zeggen, ik ga een kleine timeslapje maken, maar de camera van achter is een klein beetje kapot. Dus sorry ervoor dat het zo'n klein beetje wazig beeld is dan. Maar ik wil nog voor jullie nog eens een timeslapje maken van hier naar de kinesist. En ik ga niet buiten. Ik ga dat juist niet, echt niet buiten. Lol. En de lichten waren hier uit, dus er was niemand achter deze deur. Want waren deze lichten allang aan. Maar ja, ik ga nu doorzetten. Ik moet nu naar de kinesist. Oh, en ik ben nog zo. En het is ook goed winderig buiten. Even optrekken, op zat rijden. Heb ik dan nog alles in een auto? Zo gelijk mondmasker, ja. Shield ligt erop. Oké, dat is goed. Ik, ja. Oh, ik krijg een Android systeemmelding. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu instappen in mijn boeleke. Ik ga nu dan vertrekken richting de kinesis. Ik zal zeggen, geniet maar van de timesnap. Yo. Yeah.
even muziek uitzetten, of anders heb ik zelfs copyright claim. Ik moet binnenkort dus ook nog op autokeuring! Jee! Januari, februari, maart, april, mei. Ah ja, dat is september. 28 september moet ik geweest zijn. Dus dan weet ik dat ook. Dan moet ik dat ook nog doorgeven aan mijn vader. Ja, dan moet ik dat dus doorgeven aan mijn vader wanneer dat de keuring is. En dan wordt nog mijn boeleke nog in orde gemaakt. Helemaal. En dan, gaan we eens naar de keuring. Ik ben nu ondertussen tijd aangekomen bij de kinesist. Dus ik ga weer al wat nekspieroefeningen krijgen. En ik ben nog ontzettend moe. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb mijn mondkapje bij. Voilà. Zo. Die doe ik dan zelfs aan als ik naar binnen ga. En ook natuurlijk mijn face shield. Jawel, ik heb dat dus ook. Ik weet niet of jullie nu te goed kunnen verstaan. Maar ik heb ook een face shield. Dus ik bescherm mij echt heel goed. Ja mensen, ik weet het. Ik bescherm mijn eigen daarbij. Maar met mijn mondmasker erbij, bescherm ik ook hun erbij. Toppie. Dat was over corona of COVID-19. Ik wou al corona-19 zeggen, maar dat is niet. Dat is COVID-19. Oh, wanneer is dat biesken eindelijk uit de wereld? Oh, wanneer kunnen we een gewone leven terugleiden, zo gelijk vroeger? Dat ik zo gelijk bij Bea kan gaan. Daar dan. Ik ga even toch de mondmasker afzetten, dan kunnen jullie mij ook nog zien praten. Oei, 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 oei. Ik heb nog gesmodderd. Shit. En het is al half. Ik kan meer op en af. Nee. Het is niet zo ver van je thuis, dat hebben jullie gezien in de timeslap. Maar, wat wil ik nog zeggen? Ik weet het zelfs al niet meer. Ik ga zelfs ook nog de Trivial Pursuit vragen beantwoorden. En ik ga hier, omwille van... Het valt toch niet in de smaak, blijkbaar, in mijn vlogs, de Trivial Pursuit vragen. Dus dan gaan we die dan ook laten. Maar bij deze ga ik nog de Trivial Pursuit vragen nog stellen en beantwoorden, die van gisteren. En daarmee beëindig ik dan ook de Trivial Pursuit. Maar, er is wel een maar. Ik ga dan wel regelmatig dan eens een nieuwspostje maken over Trivial Pursuit vragen op mijn website. Met de vragen en antwoorden dat jullie die toch nog kunnen gebruiken. Als jullie eens zeggen van, oh, we gaan eens een familieavondje houden. Of een familiedagje houden. En dan horen waar ik geschat spelletjes bij. Pak dan mijn Trivial Pursuit vragen. En stel die. Echt waar. Het is echt heel leuk. Ik ga het binnenkort ook nog beter maken. Dan ga ik dat ook nog indelen in kleuren. Categorieën. Daar ben ik nu ook zo nog wel aan het denken van... Ik ga dat wel in categorieën delen, want het wordt toch telkens een keer in categorie gedaan van sport, actualiteit, nieuws. Ja, dat is actualiteit. Eten en drinken, noem maar op. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga subiet naar binnen moeten gaan en bij de kinesist. En dan weer al wat oefeningsjes doen. Oh. Of anders zat ik nog heel graag bij jullie nog op de shit. Maar ja, bij deze gaat dat nu niet. Bij deze is ook mijn andere vlog van gisteren. Is ondertussen tijd in de render gezet. Dus als ik dus thuis kom. Hopelijk is hem dan helemaal gerenderd. Dat ik die dan ook al automatisch kan gaan uploaden. Bij deze. Haha. Oké. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Oh, jullie zijn er al. Oh. Oké, ja, ik ga nu terug richting mijn thuis rijden.
Maar eerst hier snel een auto laten voorbij rijden. Al redelijk snel, hè. Oh. Heeft hier al een paar nek-oefeningen gedaan. Daar ben ik wel heel blij om. Dankjewel, Kinesis, daarvoor. Het doet me toch wel deugd. De druk in mijn hoofd is al aan het verminderen. Daar ben ik wel al heel blij om. Dus daarom zeg ik ook, ik wil die dinsdag er officieel er tegenaan gaan vliegen. Voilà, bij deze. En dan moet ik zelfs weer al helemaal terug naar hier rijden. Oh. En vandaag woensdag of maandag? Of dinsdag. Dus even kijken, het is woensdag. Ja. Weet je wat ik nog ga doen? Sorry schat, maar vandaag krijg je er geen. Maar ik ga nu een halen. Ja mensen, jullie weten het misschien. Ik begin met een M en een eindigen op Ilshake. Ik moet dat toch eens afleren om zoveel milkshake te drinken. Want het is niet goed. Maar die aardbei milkshake, oh man, die was zo lekker. Echt waar, heel heerlijk. Heerlijk. En dan ga ik hun zeggen, ja, jullie filmpje komt om 7 uur online. Wat echt heel leuk is. Echt meneer met een op de baan fietsen. Ik blijf gewoon op mijn baan rijden, want het is hier één richtingsbaan. Je ziet daar in een auto met zijn kont naar Ginder rijden. Het is hier één richtingsbaan en dan... Ja. Maar opnieuw eentje. Ah nee, toch niet. Oké. Hoe staat die daar? Toch wel raar hoe die echt aan het rijden is. Kom op. Die waren misschien nog op het menu aan het kijken van ja, maar ga ik niet. Ga gewoon naar binnen toe, huppen en bestel. Daar zijn de smaken echt heel mooi tentoongesteld bij Jurgen's Christmas House. Of beter gezegd bij Verano E-salon. Jawel, kijk, hup. Het vertrek. Au. En nu ga ik naar binnen. Oeh, ik heb die onderste bovenaan. Ai. Even de goeie doen, hè. Voilà. Bij deze. Tot ziens. Yo. Op mijn Jurgen's Christmas House. Of bij de Vilgers bij Verano IJssalon. Draag ik ook mijn kap. Ik voel dat zo bewegen. Dan ga ik nu eens richting naar mijn thuis toe. En mijn eerlijke milkshake. Deze keer is geen mokka. Maar mokka milkshake is ook wel lekker. Maar ja. Mijn masker is aan het afzakken. Niet de bedoeling. Waar ga ik die zetten? Deze ga ik hier leggen. Ja. Oké. En deze kan ik hier dan niet inzetten. Want daar is wel iets anders erin gevallen. Ah. Het redt dat ik dan ook nog aan het filmen ben. Boekt alles tegen. Voilà. Deze gaat af. En dan op naar mijn appartement. Nee, terug. Yay. Okay, tot ziens. Dus ik ben hier nu bij Bea aangekomen. Bea zet haar handje omhoog. Hey Bea. Haar niet. Wat? Ah, 10 minuutjes wachten. Oké. 10 minuutjes wachten.
Ja, dus we gaan nog even wat op auto rit. Dan moet ik nog even kijken waar ik ga wandelen als ik achteruit wandel. Nee, ik heb dus ook nog de Trivia Pursuit vragen bij voor te beantwoorden. Oké. Welk land is het meisjeslaarsje van Europa? Dat was Italië. Welk filmheld kreeg het nummer 007 of 007 ten teken dat hij gerechtigd is te doden? Dat was James Bond. Van welk land was Cleopatra de laatste koningin? Dat was dus in Egypte. Doe maar in een auto verder. Oké, dan ga ik wel deze drie laatste vraagjes nog even zeggen. Oké. Welk teken herinnert je aan een diepe wonde? Een litteken. Welk soort oven verwarmt gerechten met zeer korte radiogolven? Microgolfoven. En nu de laatste. Met welk deel van zijn hoofd kon de Chinees Li Chanhai 50 kilogram bakstenen opheffen? En dat was met zijn oren. Amai, hè? 50 kilo, hè? Damn you. Goed. Ik ben aan het filmen. En ik kan mijn film nu niet afzetten. Dankjewel, schatje. Ja, nou, daar was ik dus aan het luisteren en zo kom ik dus thuis op mijn appartement. Voilà, alles is uit. Hup, zet erin, sleutel eruit. Ik ben aangekomen. Maar, jawel, jullie zeggen zich, je moest er nog 6 vragen doen. Juist, ja. Deze heb ik al gedaan, dat weet ik van het oorgedeelte. Nu ben ik nog met een andere kaartje aan het zoeken. Nee, niet de Bobby Aland kaart. Ah, ik zie hem al liggen. Voilà, hier. In welk pretpark klaagt Hollebolle Gijs voortdurend dat hij honger heeft? Dat is in de Efteling. Welke piraat beleeft stripavonturen in het laatste nieuws? Piet Piraat. Welke trio had als leuze Eén voor allen, allen voor één. De drie musketeers. Welk automerk is altijd herkenbaar aan het leeuwtje? Een Peugeot. Hoe heet het Antwerps aquarium waar je onder de haaien kan doorlopen? Aquatopia. Hoe heet de skateboard zonder wieltjes om op sneeuw te glijden? Snowboard. Maar mensen, ik ga u één ding zeggen, ik doe dat juist graag. Zo van die dingen doen, ook in mijn vlogs. Dus ik heb daar echt de ganse tijd over zitten nadenken, over de ganse dag lang. Ga ik het eruit halen, ja of nee? Ik heb gezegd dat ik het eruit ging laten, dat dit de laatste vragen en antwoorden waren. Maar ik doe het zo ontzettend graag. Laat me dan ook dingen doen wat ik ook heel graag doe. En zo kan ik ook de vlogs nog leuker maken. Ook met jullie tips wat jullie ook geven, ook in de ideeënbus. Dat gaat een en ander gaat er ook mee gedaan worden. Voilà, ik spreek nu eens over de ideeënbus van op mijn Discord. Ja. Dus als je wilt meechatten op mijn Discord-server, de link staat in de beschrijving. Ja. Ik moet mijn was nog meenemen naar boven toe. Dan nog wat rommel meenemen naar boven toe. Zo gelijk. Ja, een leeg flesje en al. Voor allemaal weg te gooien. Want het is leeg. Die is nog niet licht, dus die kan hierin blijven staan voor morgen. Op het voetbal zijn ze ook weer al aan het trainen. Jee, daarom ook deze belichting, want ziet, ik heb bijna geen lichten nodig. Dankjewel voor die belichting van
Ik kan het zo doen. Van de belichtingen van het voetbalveld. Is ook wel redelijk genoeg licht. Krijg ik de vlog al beëindigen? Nee. Oeh, daar komt nog een stuk. Dus ik heb erover zitten na te denken of die Trivia Pursuit vragen. Ik ga het erin laten. Ik ga zelfs nog, nog 12 vragen stellen aan jullie. Jullie kunnen die ook beantwoorden hier in de comments. Dus dat is ook altijd heel mooi meegenomen. Maar regelmatig gaat die ook dan op mijn website verschijnen. Want ik leg die altijd op een hoopje. En dan, dan noem ik dat deel 2. En dan komen daar weer al een hele reeks vragen en antwoorden op mijn website te staan op www.sakotv.be. Bij deze ga ik het dus nog niet beëindigen. Dus ik zie jullie zelfs nog terug voor nog 12 vragen. En dan beëindig ik wel de vlog. Maar, even kijken. Moet ik het buiten gaan doen of niet? Nee, dus ik kan het nog binnen doen. Oké, dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, yo. We zijn nu aangekomen aan de laatste fragment. Ja, dus, het gaat soms wel heel rap worden met de vlogs. Dus van komen en gaan. Oké, welk is het grootste gevaar wanneer je op skivakantie bent in de Alpen? Welk is het grootste gevaar wanneer je op skivakantie bent in de Alpen? Welk Britse komiek houdt heel veel van zijn teddybeer? Oh, dat is een gemakkelijke. Er is ook een tekenfilmreeks ook van hem gemaakt. Dat weet ik wel. Welk Britse komiek houdt heel veel van zijn teddybeer? Welk metaal poogden de oude alchemisten tevergeefs om te toveren in goud? Welk metaal poogden de oudste alchemisten tevergeefs om te toveren in goud? Hoe heet een lange sok? Hoe heet een lange sok? Welk levensbelangrijke spier wordt een handje geholpen door een pacemaker? Welk levensbelangrijke spier wordt een handje geholpen door een pacemaker? Welk speelgoedmerk bracht het CD-ROM-spel Rock Riders op de markt? Welk speelgoedmerk bracht het CD-ROM-spel Rock Riders op de markt? Welk West-Europees land wordt het vaakst getroffen door vulkaanuitbarstingen? Welk West-Europees land wordt het vaakst getroffen door vulkaanuitbarstingen? Wie redt Quasimodo en Poebus van een afstraffing door de zigeuners? Wie redt Quasimodo en Poebus van een afstraffing door de zigeuners? Welke dag is het morgen wanneer het eergisteren zondag was? Welke dag is het morgen wanneer het eergisteren zondag was? Oeh, begin maar jullie brains te gebruiken. Welk meisje trio waren in 2003 met een varkensnuit te bewonderen? Welk meisjes trio waren in 2003 met een varkensnuit te bewonderen? Allee, die is niet zo moeilijk, hè? Wie was in 2003 tweede astronaut in België? Wie was in 2003 de tweede astronaut in België? Welk Nederlandse ploeg speelt in de Amsterdam Arena? Welk Nederlandse ploeg speelt in de Amsterdam Arena? Ik zal zeggen, veel succes weer met deze 12 vragen. En nee, ik haal het er niet uit, omdat het is leuk. Yay! Ik doe het heel graag.
Bij deze ga ik ook wel de vlog beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Yeah! Allee. Tot morgen. Ah ja, met de vlog te maken ben ik nog ergens achter gekomen. Jullie hebben het hoogstwaarschijnlijk gezien. Ik ga, of niet gezien, nog niet eigenlijk. Ik ga hier op het laatste, het is nog een kleine toevoeging doen. Dus een toevoeging op een toevoeging. Shift Happens heeft dus ook een intro gemaakt voor mij. Maar het spreekt mij persoonlijk niet aan. Nee. Voor mij is het not done. Sorry. Het moet ook bij mij heel goed liggen hoor, die intro. Maar ik heb die intro teruggevonden. Ik ga hem ook downloaden. En dan ook natuurlijk, zeg het. Hierna speelt het gewoon af en dan is de vlog helemaal afgelopen. Dus heel veel kijkplezier van het introken van Shift Happens.